rendieren, sneeuwvlokken, kerstballen. 18 december kun je met je allerfoutste kerstrui terecht op de Korte Heuvel voor de grootste foute kerstruiborrel. Een feestje gaat het gegarandeerd worden. Vuurtjes, zoete hapjes, verse warme soep, sieraden, een make-up, make-over en glühwein. Van 12 tot en met 20 december kun je bij de bouwplaats aan de Galjoenstraat terecht voor een kerstmarkt. Zondag 20 december wordt het een bijzonder kerstfeest in Tilburg-Noord. Mickey en Minnie bezoeken het Wagnerplein en begroeten alle kinderen tijdens de meet and greet vanaf 12 uur. Ook zijn er tal van andere activiteiten voor jong en oud. Elk jaar presenteert de familie Mullens een gloednieuw kerstcircusspectakel in Tilburg op het Laveld West. De derde editie is van 19 december tot en met 3 januari. Op 18 december tot en met 24 december kun je op het Pieter Vredeplein in Tilburg een levende kerststal bewonderen. De Irene Wüst ijsbaan is heel de kerstvakantie geopend. Zo is er een circus op het ijs, zijn er schaatsdemo's, een clinic van Tilburg Trappers en proeflessen van de Tilburgse schaatsschool. Zondag 20 december zal er een sportdag plaatsvinden in de wijk Fatima. Speciaal voor de buurtbewoners en voor de vluchtelingen die als nieuwe bewoners in Sint-Jozefzorg zijn gaan wonen. De sportdag wordt georganiseerd door vrijwilligers van verschillende sportverenigingen uit de stad.